Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 21 oktober 2015. Dus het bulletin van woensdag. Even een mededeling vooraf. Vanaf zondag 25 oktober begint de avonduitzending van de Daily Minutes in plaats van om 5 over 7. Al om 7 uur vanaf aanstaande zondag dus. Ik had vorige week al aangekondigd om iets te doen aan de verwachte vrijgave van de 5 MHz band die nogal op zich laat wachten. Wel nu, ik heb vanmiddag gesproken met de woordvoerder Telecom van Economische Zaken. De kans is groot dat over ongeveer 2 weken of iets later het gewijzigde Nationaal Frequentieplan, het NFP, in de Staatscourant gepubliceerd wordt. Als er dan iets gewijzigd is aan het voorstel voor 5 MHz, en waarom zou dat zo zijn, dan kan dit vervolgens in de tabel van de regelgeving voor de amateurregistratie worden aangepast. Dit duurt doorgaans dan ook nog enkele weken. Zodra die wijziging in de Staatscourant gepubliceerd is, mogen de amateurs van de nieuwe amateurband gebruik gaan maken. Het is dus vrij waarschijnlijk dat de nieuwe band er in november of december inderdaad zal zijn. Hoewel niet zeker is bij dit soort dingen, zoals we ook nu weer hebben gemerkt. Vorige week is in België de petitie Minder Elektrosmog voorgesteld in het Waalse parlement van België. Dat is het parlement voor het Franstalige gedeelte van het land. Het was de eerste keer dat een burger, Christine Duchateau, werd uitgenodigd om in het parlement iets te komen vertellen. De petitie eist de toepassing van het voorzorgsprincipe met betrekking tot elektromagnetische straling. Bedoeld wordt dan specifiek de gepulste microgolfstraling van 3G en 4G-masten en antennes en de zogenaamde slimme elektriciteitsmeters. Deze zouden volgens de initiatiefnemers van de petitie waarschijnlijk een aanzienlijk negatieve impact hebben op de volksgezondheid. De petitie werd volgens een persbericht hierover ondertekend door 13.562 burgers, waarvan 3942 handtekeningen op papier waren opgesteld en het wordt gesteund door 130 artsen en professoren. Volgens ham-dmr.nl komt de Woksoen met een nieuwe portofoon, de KG-D901. De nieuwe portofoon is niet alleen water- en stofwerend volgens IP57, maar hij werkt naast FM dus ook in DMR. Het is nog niet zeker wanneer het apparaat leverbaar zal zijn. Woksoen is niet de goedkoopste van de Chinese merken. Dat bewijst ze met dit apparaat ook weer. Een Duitse website noemt volgens ham-dmr.nl een prijs van €299. Agentschap Telecom voert ieder jaar door heel Nederland veldsterktemetingen uit. Bij deze metingen worden alle elektromagnetische velden gemeten in het gebied tussen 100 kHz en 3 GHz. De hoogst gemeten veldsterkte op dat moment is de veldsterkte die wordt geregistreerd. Met de veldsterktemetingen controleert het agentschap of de veldsterkte op de desbetreffende plekken onder de daarvoor gestelde blootstellingslimieten blijft. Nederland hanteert daarbij de blootstellingslimieten die door de Europese Unie zijn aanbevolen. Het gaat in dit geval om 19 metingen in 6 provincies: Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het resultaat van de metingen is te bekijken op de site van het antennebureau www.antennebureau.nl en dan het eerste linkje rechts onder de foto. Per locatie is een gedetailleerd rapport van de meting opgesteld van elke tussen de 10 en 20 pagina's en dat is ook te vinden op de site. Vorig jaar deed ik in de uitzending van 3 oktober van PI4AA een verhaal over MIMO. Waarschijnlijk niet bij zo heel erg veel amateurs bekend. Van deze bijdrage het eerste deel in deze uitzending en morgen in de uitzending deel 2. Aan het eind van de uitzending volgt dan uiteraard nog het onderdeel Morse. Ik wil dit keer aandacht besteden aan een hoogfrequenttechniek die bij zendamateurs niet zo heel erg bekend is. Het is ook maar de vraag of we er iets mee kunnen. Maar het is voor het begrip van antennes en sowieso van dit soort technieken wel interessant. Bij mobiele data of mobiel internet is het een techniek die veelvuldig gebruikt wordt. MIMO of MIMO, gespeld M-I-M-O. De afkorting staat voor Multiple Input en Multiple Output, dus een meervoudig ingaand en een meervoudig uitgaand signaal. MIMO is een techniek om meerdere antennes aan de zend- en aan de ontvangstkant te gebruiken om zo de prestaties van het communicatiepad te verbeteren. Eén manier om de techniek toe te passen lijkt een beetje op het stekken van antennes, wat amateurs natuurlijk al sinds jaren zo doen. Wat je bereikt als je dat zowel aan zend- als aan ontvangstkant doet, is een betere bundeling van het signaal, waardoor je ook meer signaalsterkte krijgt. Meer signaalsterkte betekent bij digitale signalen echter ook dat je het signaal bij gelijkblijvende afstand een grotere datasnelheid, CQ, een grotere bandbreedte kunt geven of een grotere betrouwbaarheid van het signaal. De laatste jaren is het normaal dat bij MIMO gesproken wordt over een andere benadering om met meerdere antennes meer bandbreedte van een digitale verbinding te krijgen.
Bij mobiele telefoon- en internettechnieken als wifi, 4G, WiMAX en LTE wordt de techniek met meerdere bundels of signaaltrajecten vaak gebruikt om het signaal door middel van propagatie via meerdere trajecten op te splitsen en ook gescheiden weer op te vangen. Op die manier kan de capaciteit van die meerdere signalen op hetzelfde kanaal dus weer worden gecombineerd tot één signaal met een grotere bandbreedte of een grotere signaalzekerheid. Dezelfde techniek wordt overigens ook al bij PLC toegepast. Als bijvoorbeeld een snoer met randaarde wordt gebruikt, dan wordt het signaal ten opzichte van de aarde opgesplitst in een signaal via de beide overige stroomdraden en op de plek van aankomst weer gecombineerd. MIMO werd waarschijnlijk vanwege de kleinere antenneafmetingen tot voor kort hoofdzakelijk boven de 1500 MHz gebruikt. Recent zijn er ook proeven geweest om de techniek in de vrijgekomen televisiekanalen in het UHF-bereik te gebruiken. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. Nu is dat nog om 5 over 7 en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. I have got one major rule in my workshop. Don't die.